Ik ben 2, dus ik zeg... Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ben nu nog op kantoor, maar ik ga nu naar huis. Ik ben bij de kapper. Ik ben bij Beauty bij Roos. Gezellig bij Romy, zoals altijd. En we gaan mijn oude extensions eruit halen en weer nieuwe erin zetten. En ik had het op mijn Insta-story al gepost of ik het langer of korter moest doen. Maar ik weet het niet. Jullie gaan het zo zien. Maar I don't know. En wij hebben nu bijna 75 extensions erin gezet. En zo lang zijn ze nu. We gaan ze straks doorknippen. En normaal doe ik meerdere kleuren. Alleen nu hebben we vandaag gewoon maar één kleur gedaan. Omdat mijn haar natuurlijk ook gewoon zelf maar één kleur is. En ik ben weer thuis van de kapper. En ik ben echt super blij met mijn haarlengte. Het is nu stijl. En ik ga het straks wel krullen. Iets langer dan dat het was. Ja, dus ik ben daar heel blij mee. En ik ben nu aan het koken. Heel burgerlijk. Aardappelpuree. Sam. En haricot vers. Hi Olly. Beker. Een beker. Nog meer? Wil je nog meer? Ja. En ik ben natuurlijk echt gek op thuis zitten, zoals jullie weten. En films en series kijken. En ik heb dus een nieuw abonnement genomen op film 1. Ik zal het straks even laten zien. En ik ben echt zo excited. Want ik heb op alle andere dingen alles nu wel gezien. Dus ik heb nu echt mega veel nieuwe films. Dus ik kan weer lekker op bank hangen en thuis blijven. En ik ga zo meteen met Olivia, ga ik Casper en Emma film kijken. Ja. Leuk hè? Daar heb ik echt super veel zin in. En dan als Olivia straks slaapt, ga ik naar de verjaardag van Lars. Gaan we disco bowlen. En de stad in. Dus ik ga vanavond wel de deur uit. Maar ja, eerst gaan we zo meteen die film kijken. So that's exciting. Maar dat laat ik zo wel even zien. Nou, Olly ligt helemaal klaar voor onze movie night. En ik doe dus... die film 1, films, die kijk je dus via een app. Echt super leuk. En we gaan dus nu Casper en Emma kijken. Dus dan doe ik Casper en Emma indrukken. Olly is daar helemaal fan van. Zo. En dan drukken we op start watching. Je kan natuurlijk op je telefoon gewoon kijken, maar wij gaan op de tv kijken. En ik doe het dan hier Olivia's room. Olivia. En dan gaat hij daar gewoon afspelen. Dus dat is amazing. Kijken. Kijk. Dat is het enige letterlijk wat je hoeft te doen. Echt hoe chill. En dan kan je gewoon zelf op je telefoon. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik was er Emma kijken. Ik vind het echt amazing. We gaan Casper Emma kijken. Dit wordt een leuke avond. Gaan we knuffelen ook? Nee. Nee, dat niet? Gewoon Casper Emma kijken. Ja. Het is een hele leuke film dit. Ja. Nou, de film is afgelopen. En Olivia loopt nu naakt rond, dus ik kan niet filmen. En ik heb even mijn gezicht gewassen. Ik heb alleen mijn oogmake-up laten zitten, maar mijn gezichtmake-up heb ik eraf gehaald. Dan kan ik zo meteen mijn make-up even opnieuw doen. En het is nu 7:30. Olivia gaat meestal om 8:30, 9:00 naar bed. En ik dacht, ik vertel nog even weer over film 1. Want het kost €7,99 per maand. Dat wil ik even zeggen. En de eerste week is gratis. Dus mochten jullie het een leuk idee vinden. Dan kan je het een weekje gratis uitproberen. En het is best wel fijn. Want op iTunes en andere dingen betaal je al best wel snel €15 voor een film. Tenminste, dat deed ik altijd. Dus dit is voor mij eigenlijk wel iets fijner. En ook voor Olivia. Want ik koop dus best wel vaak films voor haar. En nu heb ik gewoon alles in één. Ik heb trouwens nog niet gekeken welke kinderfilms er allemaal zijn. Bas Baby. Die heb ik zo vaak gekeken in het eerste jaar. Die staat hier ook op. En even kijken. Oh, Epic. Die is ook leuk. Rieselbus. Er staat echt super veel op, maar ik zit even te kijken wat ik... Ik was dus alleen even aan het kijken wat ik allemaal ken. Ik ga morgen Girls Trip kijken. Ik ga beter, ja. Zoveel films zijn er. Echt top dit. Ja. So I'm happy, want Sander is een week in Amerika. En dan heb ik natuurlijk ook niet zoveel te doen. Dus ik ga lekker even films bingen. Even kijken of ik nog meer allemaal wil zien.
Heel zien. Oh, La La Land. Die heb ik al zo vaak gezien. Die staat er ook op. Wie heeft er La La Land gezien? Die is zo'n leuke film. I love it. Dit is echt leuk om te kijken wat ik allemaal ga kijken binnenkort. Let's see. Fifty Shades Darker, die heb ik ook nog niet gezien trouwens. En heel veel mensen hebben het over die Tulip Fever, die heb ik ook nog niet gezien. Die staat hier ook op. Anyways, ik ben lekker tegen jullie aan het aanpraten, want ik heb niet zoveel te doen. Ik heb zelfs mijn kast is zelfs opgeruimd. I'm at that point in life. Ik heb geen werk te doen. I have nothing to do except talk to you guys. Misschien moet ik even kijken wat ik vanavond aan ga doen. Olivia, vond je de film leuk van Casper en Emma? Ja. Hey guys, good morning. Het is zondagochtend. En ik ben gisteren dus uit geweest. We hadden Lars een verjaardag, wacht. En wacht op mij! Ik wacht op jou. De batterij van mijn vlogcamera was leeg. Nu doe ik even snel concealer op, want ik ga bij Kay ontbijten. Dit is wel heel extreem. Anders. Ja, dus we gaan nu naar Kay. Kom, Olly, we gaan. Oké. En ik ging net om 3 uur slapen en Olly werd om 7 uur wakker. Ja, ik ga je optillen, schatje. So I'm having tough times, maar ik zie jullie zo. Ik ben aangekomen bij Kay en Diego. En Olly heeft een picknick gebouwd. Wat doe je? Het is lekker, Olly. Ja. Eet smakelijk. En Kay heeft een hele mooie outfit van, hoe heet dat? House of Jamie? House of Jamie. Yes. Jamie voor Olly. Die heeft ze nu aan. En baby Lua. Kay heeft Monica Noor het pak aan. Of course. Zo chill. Die kwaliteit is echt zo mooi, ondanks hoe vaak jij hem hebt aangehad. Kijk eens. Jullie zijn beste vriendinnen, toch? Ja. Jullie matchen allemaal met grijs. Gaan we samen picknicken? Ja, goed. Oké, baby Lua gaat ook picknicken. Dit is een leuke picknick. Mag ik meedoen? Ja. En wat heb je te eten dan voor ons? De pasta. Oeh, lekker. Mag ik een hapje? Ik ben 2, dus ik zeg... Niets. Niets, oké. Tuurlijk. Gewoon expres maar even niets zeggen. Ik ben 2, dus ik zeg... Ja. En wat is mama Noor aan het doen? Pancakes! Woe! Daar gaan ze. Echt fabulous huisvrouw. Ja. Mag ik? Nog even wachten, Olly. Ja. Als toch weer iets zachter. Of wil je sushi? Nee. Nee? Wil je zo'n lekkere groene boom? Nee, het is daar. Lua, wie is Hallo. Dat? Is dat baby Lula? Ik mag lekker even Lua vasthouden, want Kay gaat een flesje maken. Dus Lua, eet je lekker. En Kay gaat nu waarschijnlijk zeggen, de jurk zit niet goed. En wij hebben sushi gegeten en nu snoep. Nu gaan we lekker chillen. En we gaan vanavond denk ik even Girls Trip kijken. Weer op film heen. Maak ik er gebruik van. En ja, op de bank hangen. Olly is lekker nu op de bank. Juf Roos is aan het kijken. Het heeft echt lang niet gekeken. Dus ja... Dat zijn we aan het doen. Hey guys, het is maandag en ik heb de hele dag niet gevlogd. Ik heb, dat heb ik vandaag gedaan. Ik had vanochtend een shoot van iets wat binnenkort uitkomt, iets heel leuks. Toen ben ik op babybezoek geweest bij Rebecca, die heeft een zoontje gekregen. Rebecca is de moeder van Yuki en toen ben ik met Kay en Lua daarheen gegaan. En ik wilde daar graag filmen, alleen Lua had super pijn aan haar buik, dus ik kon niet echt filmen. En even denken, toen ben ik naar huis gegaan. En nu ben ik aan tafel met Olly. En wat zijn we aan het doen? Eten. En Olly heeft zoete aardappelfrietjes, zalm en haricot vers. En we hebben Sander op de FaceTime. Hallo. Ja, Sander is in LA. Waar is papa? In Amerika. Amerika, hè? Amerika, ja. Ja. Hij kan niet uit Amerika. Hij kan niet uit de FaceTime, hè? Doop je haricot vers in de mayonaise? Ja. 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 Ik heb gewoon de hele dag niet gevlogd. Oké. Vanochtend was ik hem vergeten. En bij Rebecca had ik hem wel mee. De vlogcamera. Ik wilde heel graag haar babytje vloggen. Ja. Alleen het was zo zielig. Lua had zulke erge krampjes en buikpijn. Ze was echt zo aan het huilen.
Nou. Oké. Okay. Ja. Dat is vervelend dat ze dat heeft. Ja. Nou, Olly en ik zijn na het eten maar even... Oeh. Nou, dat was mijn telefoon. Ja hoor, jongens. Ik haat mijn leven. Ik dacht nog, ik doe hem niet in mijn zak. Het is gewoon weer 200 euro. Ik word echt zo kwaad hiervan. Ik denk, ga even met Olly naar buiten. Dat wilde ik dus tegen jullie vertellen. Want ik ga met Olly even gezellig naar buiten. Even naar Arthur, even een ijsje kopen. Ik vind het zo graag, zo vrolijk. Ik denk, we gaan gezellig naar de flamingo's kijken. En koffie drinken en zo. Maar goed. My phone cracked again. Oké, guys. Ik... zie jullie zo. Ik moet er even van mezelf aan bij komen. Nou, Olly is lekker een ijsje aan het eten. Ze heeft een mooi horloge om. We zijn even bij deze diertjes aan het kijken. Is het lekker? Ja. Goed zo.